Het NK voor clubteams in Veldhoven is voor Epke Zonderland nou niet het meest toonaangevende turnevenement van het jaar. Het decor heeft ook niet de glitter en glamour van de EK's en de WK's, waar altijd duizenden toeschouwers op afkomen en veel journalisten. Ik zag het best wel als een uitdaging en ik heb er echt wel naartoe geleefd en ik was ook best wel zenuwachtig vanochtend. Zelfs voor deze wedstrijd? Zelfs voor deze wedstrijd. Jeffrey Wammers behaalde vorige week op een internationale wedstrijd 82,650 punten op de Meerkamp. Zonderland turnde vandaag voor het eerst in 4 jaar weer de Meerkamp op wedstrijdniveau. Vanwege schouder, rug en knieklachten is hij een paar jaar geleden gestopt de 6 verschillende toestellen te turnen. Maar zijn score is vandaag verrassend positief. 84,3. Ik heb voor de eerste keer de 6 toestellen weer geturnd en ik begon misschien wat ongemakkelijk op vloer. Misschien wel de grootste uitdaging van vandaag. Ik hoorde je puffen en zuchten. Ja, dat was inderdaad nog niet echt vlekkeloos. Ik merk dan toch wel dat qua sprongkracht ik nog wel wat mis. En als ik dan inderdaad qua timing niet helemaal lekker zit, dan kan ik het niet compenseren door even wat extra gas te geven. Vooral bij de tweede serie was dat. Maar geen grote fouten gemaakt. En dat is natuurlijk wel lekker dat ik wel overal mijn oefening doorkom. En op die manier ook goed kan aanvoelen waar ik fysiek sta. Ik weet niet wat mijn punten totaal was. 84,3. Nou, dat is behoorlijk mooi al. Door deze merkwaardige, kostbare misser op het wereldkampioenschap in Tokio heeft Zonderland zich niet rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij heeft nu in een tweestrijd met Jeffrey Wammers op een kwalificatietoernooi in januari nog 1 laatste kans om de Spelen te halen. Die kwalificatie vindt plaats via een meerkamp. Maar jij en Jeffrey Wammers moeten daar bij de beste 17 eindigen. En dan zegt de bond, dan kijken we wie heeft de meeste medaillekansen op de Olympische Spelen. En we kijken naar de resultaten uit het verleden. Kortom, jij staat al met 1 been op de Olympische Spelen. Terwijl Jeffrey Wammers licht gefrustreerd is. Hij vindt het niet eerlijk. Nee, inderdaad. Ja, het is... De bekendmaking is ook vrij laat natuurlijk. Als het een paar maanden eerder had geweten, dan was het waarschijnlijk anders geweest. Dan wist je op dat moment waar je aan toe was. Snap je zijn boosheid? In principe wel. Die regels pakken voor hem niet goed uit. Uiteindelijk kan ik er ook wel in vinden dat de beste medaillekandidaat moet gaan. Alleen ik denk dat het nu lastig is hoe bepaal je wie de beste... grootste medaillekandidaat is. Maar op basis van het verleden dan sta ik er inderdaad goed voor. Wat moet nou in zijn algemeenheid in aanloop naar dat OKT nog verbeterd worden? Ja, voornamelijk misschien wel de routine. Ik kom dan wel mijn oefeningen door, maar dan niet echt vlekkeloos. En voornamelijk op vloer en sprong en ringen, dat merk je dan ook. Toch die 3 toestellen die er nieuw zijn, dan ben je ook wat onwennig nog. En je weet nog niet wat je moet gaan verwachten. Ik heb het dan deze week 2 keer in de training het gedaan, maar op de wedstrijd is het toch net iets anders. Ik zou graag volgend jaar weer willen doen, alleen moeten we kijken of ik fysiek zo fit kan blijven. Ik stap even opzij, want kijk maar voor jou naar rechts. Volgens mij moet je komen. Ja, je bent verplicht om te komen. Ik moet nog even aan het werk volgens mij, dus maak het wel goed.